Door het hart van Nederlands Nieuw-Guinea loopt een bergketen waarvan het sterngebergte een nog niet verkend onderdeel was. In april 1959 trekt een wetenschappelijke expeditie erop uit om dit onbekende bergland te onderzoeken. Van het basiskamp in de Sibylvallei naar de top van de Antares is het maar 30 kilometer. Meer dan de helft van de weg wordt vliegend afgelegd. Toch zal de tocht 28 dagen duren. Het basiskamp zelf is alleen door de lucht te bereiken. De expeditieleden hebben zich er per vliegtuig heen moeten laten brengen. En alles wat ze nodig hebben aan voedingsmiddelen en uitrustingstukken komt eveneens uit de hemel. Ze hebben hier enkele gebouwtjes opgetrokken. Een grote woonbarak voor de wetenschappelijke werkers, een kleinere voor het werk. Het instituut noemen ze hem. Ten zuiden daarvan stroomt de Sibyl, waaraan de vallei haar naam ontleent. Er is een landingsplatform aangelegd waar helikopters aan de grond kunnen komen. Het komen en gaan van vliegtuigen is nog steeds een niet te bevatten mirakel voor de bergbevolking. Het kamp onderhoudt een geregeld telefonisch contact met Hollandia. Het geeft ook weerberichten door voor het luchtverkeer. Een Dakota werpt levensmiddelen en kleding af. Onmiddellijk gaan dragers erop uit om de pakketten op te halen.
Een deel van de levensmiddelen moet worden doorgestuurd naar de bivaks die langs de route naar de Antares worden aangelegd door de wegbereiders van de expeditie. De helikopter brengt ze meteen weg. De expeditie heeft verschillende taken. Zij moet de Papua-bevolking bestuderen, de structuur van het gebergte, de flora en fauna en de aard van de bodem. Men wil weten welke mogelijkheden hier voor de landbouw bestaan. De bodemkundige bepaalt daartoe onder meer de structuur van de grond en de kleur ervan door middel van de internationaal vastgestelde kleurkaart. De antropoloog tracht de raskenmerken van de Sibyllers vast te stellen door metingen te verrichten op een zo groot mogelijk aantal mensen. Het is nog altijd een vraag waar de Papua's oorspronkelijk vandaan komen en hoe de verwantschap tussen de verschillende stammen ligt. Het basiskamp ligt in de Sibylvallei. Vandaar gaat het per helikopter naar een punt waar het Juliana-bivak wordt aangelegd. Dit eenvoudige kamp ligt op 1800 meter hoogte. Het is nog wel te voet te bereiken, want tot op deze hoogte leiden nog paden die door Papua's zijn gebaand. De voorraden komen natuurlijk door de lucht. Soms moet men er dagen op wachten. Er waren oorspronkelijk 2 helikopters voor dit werk aangewezen, maar een ervan verongelukte nog voordat deze expeditie begon. De bevolking helpt graag en uit eigen beweging bij het uitladen. De helikopter is maar klein en zijn laadvermogen neemt af naarmate hij op grotere hoogte moet werken. Alleen het noodzakelijkste kan dus worden aangevoerd en dit nog met geringe frequentie.
Luister.